Dank u wel, voorzitter, collega's, meneer de premier. Het zit er weer bovenarms op als het gaat over het energiebeleid. De staatssecretaris had bij zijn aantreden vrede en zekerheid bezorgd. En voorlopig hebben we vooral bijkomende oorlogjes gezien en bijkomende onduidelijkheid. We hebben gisteren nog samen mogen vaststellen dat onze energieregulator naar het grondwettelijk hof stapt, omdat deze regering de Europese voorschriften aan zijn laars lapt. En eerder deze week hebben we ook al mogen vaststellen dat de meerderheidspartijen, deze klassieke tripartieten, eigenlijk vechtend over het straatrollen als het gaat over de kernuitstap. Collega Clara Enval is door vicepremier Reinders op pad gestuurd om eigenlijk het regeerakkoord onderuit te halen, om hun nucleaire natte droom nog eens te declameren in de Franstalige pers. En het was een kwestie van tijd voor die andere Electrapel-partij, onze vrienden van de CVP, ook opnieuw die kernuitstap ter discussie stelde. En mevrouw Dierik droomt ervan om die oude brol in doel van 1975, om die nog langer open te houden. Mevrouw Dierik die zegt van de technologiefederatie Agoria, 3 miljard geblokkeerde energieinvesteringen, 3 miljard zuurstof voor onze Vlaamse economie. We vinden dat eigenlijk niet zo interessant. Het is het verhaal van mevrouw Dutourdoir, ex-kabinetaar van de CVP, die zij vandaag wenst uit te dragen. Dus u begrijpt, meneer de eerste minister, wij hebben als oppositie toch wel wat vragen. En samen met ons heel wat mensen die zich willen vuilmaken, die zich willen inzetten voor onze economie en voor onze energiebevoorrading. Dus is de vraag eigenlijk heel erg simpel, wat bent u van plan? Deze klassieke tripartite is al verantwoordelijk voor een financieel Fukushima, is al verantwoordelijk voor het Dexa-debakkelen. Toen heeft deze klassieke tripartite de kant gekozen van de aandeelhouders, van Sarkozy, van de speculanten. En onze vraag, de vraag van de Ecologroen-fractie is, welke kant kiest u volgende week, meneer de premier? Meneer de voorzitter, de beste collega's, binnen enkele dagen zal de bevoegde staatssecretaris aan de regering een plan voorleggen om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in ons land te garanderen. De doelstellingen van de regering zijn duidelijk. Ten eerste moet het elektriciteitsaanbod op elk moment wordt gegarandeerd. Ten tweede moet de elektriciteitsprijs onder controle worden gehouden. Dat is essentieel voor de koopkracht van de burgers en de competitiviteit van onze ondernemingen. En tenslotte, en dat is misschien het belangrijkste, staan de veiligheid van de bevolking en milieubescherming voorop. Op basis, meneer de voorzitter, van deze principes en op basis van het plan van de staatssecretaris Melchior Matelin zal de regering in de loop van de volgende weken een besluit nemen over de volgende richting in dit dossier. Dank u wel. Ik heb het altijd al wat moeilijk gehad om het gevoel voor humor van de christendemocratie goed te vatten, maar vandaag heb ik het extra moeilijk. Ik heb vastgesteld, het is plezant mevrouw Van der Aura, 3 miljard investeringen die gehypothekeerd worden, heel plezant, hè? Dat is plezant. Hè? Onze economie hypothekeren, dat is heel plezant mevrouw Van der Aura. Collega Schiltz, mevrouw Timmerman, Open VLD, SPA, hebben jullie gezien hoe jullie collega's met jullie aan het lachen zijn? Hebben jullie dat gezien, mevrouw Timmerman? Hebben jullie dat gezien? Hebben jullie gezien, beste mensen, hoe de CD&V-fractie, hoe de MR-fractie lacht met mensen die willen investeren in energiecentrales in ons land? Hebben jullie dat gezien? Meneer de premier. Attendez. Ça ne sert à rien de parler, il n'y a personne qui écoute les autres. Donc, allez, je vous remets 30 secondes, monsieur Calvin. Meneer de premier, ik zou je willen uitnodigen om de krant vandaag eens te lezen. Tussen de goed nieuws show van staatssecretaris Matelin nodig ik u uit om de krant te lezen.
België lijkt zijn toekomst te vergooien door vast te houden aan het verleden. Niet het magazine van Greenpeace. Niet het magazine van de Partij Groen. De tweede pagina van de Financiële Economische Tijd. U hebt volgende week, beste collega's, een afspraak met de toekomst. Maak die toekomst, creëer die toekomst. Omarmen alsjeblieft. We zullen er nog lang de vruchten van plukken.